Minister Hoefdraad gaat in op recente leenovereenkomsten. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën gaf tijdens een presentatie aan de pers een uiteenzetting over de recente ontmoetingen met internationale organisaties waar financiële afspraken mee zijn gemaakt. Het gaat om leningen en schenkingen voor Suriname ten behoeve van verschillende sectoren. De meeting met de verslaggevers vond plaats op donderdag 18 april 2019. De financiënminister gaf tijdens zijn uitleg aan dat indien landen zich op verschillende manieren willen ontwikkelen, zij kapitaal nodig hebben. Het zouden financiële middelen kunnen zijn die het land zelf heeft verdiend of door middel van een lening of schenking. Het komt wel vaak voor dat landen in ontwikkeling schenkingen krijgen van buitenlandse organisaties of financiële partners. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.